Noem eens een paar fouten van het Nederlandse volk. We hebben het altijd over het kleine Nederlandje. De baby van Europa. Wij beseffen niet dat wij een volk zijn van 18 miljoen Nederlands sprekende mensen in West-Europa met de Vlamingen erbij. Dat is meer dan Noors, Zweeds en Deens bij elkaar opgeteld. Dat is een geweldige macht, afgezien dat wij de grootste haven hebben, een enorme koopvaardijvloot. We zitten altijd maar op de hurken te praten en ik geloof dat dat een zich onttrekken aan verantwoordelijkheid is, een soort escapisme. Ook treft het mij dat wij zo geringschattend over onszelf praten. Het kikkerlandje, vooral dat we burgerlijk zijn, dat vinden we ook zo erg, ik weet helemaal niet wat het is. Maar je hoort nooit een Fransman met verachting over Frankrijk praten. Dat doen wij wel. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Dames en heren, daar zijn we weer. Godfried Bomans. Tijd geleden met Mies Bouwman in gesprek. Heel grappig en zeer relevant nog steeds. Dames en heren, ik heb weer goed nieuws. Wederom, zo duidelijk dat wij aan de winnende kant van de waarheid staan. De waarheid wint altijd. Zo'n krachtige energie. En het is zo leuk dat wij gewoon daar staan. Wij zijn het winnende geluid. Vergeet dat nooit, hè? Want het soms lijkt wel. Kijk, je moet dingen aanstippen. Je moet dingen duidelijk maken. Je moet andere mensen hun ogen doen openen. Daarom moet je soms verschrikkelijke dingen bespreken. Maar het gaat wereldwijd de juiste kant op. Meer mensen, de meerderheid is wakker op deze vlak. En niemand is geïnteresseerd. Niemand gelooft in global warming, zeg maar de meerderheid. Dat is echt, al die peilingen zijn verkeerd. Iedereen heeft wel zoiets van, nou ja, goed, het is wel goed om wat aan het milieu te doen. Maar ze zijn helemaal doorgeslagen, die gasten allemaal. En kijk nu weer. Je kan er gewoon niet meer omheen. Wetenschappers verbaasd. Oh, daar zijn ze weer. Die wetenschappers. Weet je, al die mensen die altijd zeggen van, nou, ik geloof in de wetenschap. Dat jij vragen hebt, oh, de climate change echt is of niet. Ja, jij gelooft gewoon dus niet in wetenschap. Ik geloof wel in wetenschap. Wetenschap. Wetenschappers komen er iedere dag achter hoe weinig ze weten. Dat ze nog meer moeten onderzoeken over onderwerpen. En daarom is het weer. Wetenschappers verbaasd. Dood koraal in Middellandse Zee komt weer tot leven. Halleluja. Halleluja. Het mogen toch duidelijk zijn, dames en heren. De wereld, de aarde, is helemaal niet het probleem. Wij zijn het probleem. Niet zozeer wij, maar mensen zijn het probleem. Die verzinnen allemaal krankzinnige dingen. We weten allemaal waar het vandaan komt. Voor een klein groepje mensen om heel veel geld te verdienen. Global warming, we hebben nog maar 10 jaar te leven. De koralen sterven af. Ja, weet je, zoals alles in het leven. Soms is het wat minder en soms is het wat meer. En dan zie je in de Middellandse Zee, koraal komt terug. Puur natuur. Hebben ze niks voor hoeven doen, hè? Hebben ze niks voor hoeven doen. Natuurlijk zijn ze sluw en vals genoeg. Dan claimen ze waarschijnlijk, ja, dat komt omdat wij toch gezorgd hebben voor een schonere Middellandse Zee. Nee, maar dat gaat niet op. Want je klaagt er toch over, het is toch alleen maar plastic? Oh, misschien is het koraal wel goed. Misschien is plastic wel goed voor koraal. Dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Omdat het meer plastic nu in de oceaan is, groeit het koraal weer. Weet jij wel. Luister, het is een en al bullshit. Gezond verstand wint altijd. Ik wil het even hebben over het volgende. En ik broed hier al een tijdje op. En ik heb genoeg aanleidingen nu om dit eens goed te bespreken. En dat is China. China, ik ben allesbehalve fan. Ik ben er natuurlijk wel op een bepaald vlak van onder de indruk. Grote en hoe snel ze gaan en hoe hard het gaat. Maar ik ben zeker niet fan. Ik zou er nooit en nooit en nooit willen wonen. En ik heb daarom ook zo enorm te doen met die Hongkong-Chinezen. Die nu al zo'n lange tijd op straat staan en vechten met alles wat ze hebben. Deze mensen, dames en heren, zijn gewoon doodsbang. Want Hongkong, ja, voor de mensen die het weten, dat was natuurlijk een onderdeel van de van het Britse koloniale verleden. En dat hebben ze afstand van gedaan in een deal met China. En daar hebben ze afspraken gemaakt. En China moest zich aan bepaalde regels houden. Maar je weet natuurlijk hoe China is. Die grijpt het gewoon. Het moment dat ze zeggen van het is nu klaar. Het is nu tijd. Wij gaan het nu daar overnemen. En de vrijheden die je had daar. Als Hongkong. Ja, dat gaan we zo langzaam eens even aan knibbelen. Want dit hoort gewoon bij China. En we nemen het gewoon over. Linksom of rechtsom. Het gaat gewoon gebeuren. En zij hebben gewoon besloten van ja, we gaan dat nu al doen. En de Hongkong-Chinezen, die hebben natuurlijk vergeleken met China in een bepaalde vrijheid geleefd. En ze voelen dat verdwijnt nu. En het is zo moedig om te zien.
hoe ze protesteren en hoe hard ze erin gaan. En ik heb zo met deze mensen te doen, omdat mijn gevoel is, en ik denk dat ik helemaal helaas gelijk ga krijgen, mijn gevoel is dat ze gaan het natuurlijk niet winnen. China gaat gewoon haar plan uitvoeren en er is niks aan te doen. En dat brengt mij ook gewoon op het punt van, waarom is het zo dat als je te maken hebt met Chinese immigranten in landen, dus bijvoorbeeld ook in Nederland, maar ook andere landen, waarom is dat nooit een probleemgroep? Waarom hebben we daar niet dezelfde problemen mee dat we hebben met andere immigranten? Wat is dat nou? En ik heb daar veel over gehad met mensen en veel ook met een aantal Chinezen over gehad en die in Nederland wonen en die ik wereldwijd heb ontmoet. En de reden is, de grootste reden die, wat ik ervan kan maken, is dat zij zo dankbaar zijn dat ze niet meer in China wonen. En dat is de grootste. En zij vinden het dood. Zij zijn doodsbang dat ze ooit weer terug zouden moeten gaan. Of dat er in het Westen iets gebeurt, dat het toch weer een soort van China gaat worden. Want ze zijn zo bang, of ze zijn zo blij dat ze daar weg zijn. En kijk naar de reactie van de Hongkong-Chinezen. Die zijn ook doodsbang. Die willen niet onder China vallen. Ze weten hoe erg het is. En dit is een van de domste dingen aan de westerse maatschappij tegenwoordig. Is dat voornamelijk jongeren, en dat komt natuurlijk door het onderwijs, maar ook de bullshit uit Hollywood die ze tot zich krijgen. Wat overigens heel veel van de Hollywood filmstudio's en tv-studio's zijn eigendom van China. Maar daarover straks meer. Maar dat jonge mensen, die hebben zo'n idee bij socialisme en zoals bij communisme, dat dat het allerbeste is. En dat dat zo fantastisch is. En dat is zo fair. En dat is zo eerlijk. En dat geloven ze echt. En daarom schreven ze de hele dag over oneerlijkheid en discriminatie en racisme en weet ik wat allemaal. Want wij in het Westen zijn zo slecht. Maar de mensen die echt communisme hebben meegemaakt, die zijn zo blij. Zo blij dat ze daar weg van zijn. En echt letterlijk bang dat het ooit weer terugkomt in hun leven. Maar jonge mensen hebben geen idee daarvan. En dat komt natuurlijk door het onderwijs waar links, extreem links in zit. En die mensen maar volgooit. Maar ook daarover later meer. Maar waar het mij over gaat en waarom het nu echt speelt, is dat in Amerika heb ik al een hele lange tijd een tendens gezien dat alles gaat over China. En de rijke mensen in Amerika hebben zeg 30, 40 jaar in hun onstuitbare en niet te stoppen drang naar meer geld, meer geld, meer geld, meer geld, meer geld. Dus heb ik het over wederom die groep van bankiers en grote business. Die wil alleen maar meer geld en die hebben China gezien als een ongelofelijke, potentiële, fantastische markt. En aangezien dit zulke asociale gasten zijn, hebben zij echt 30, 40 jaar geleden al besloten, we gaan China opbouwen. We gaan China opbouwen ten koste van Amerika. Maakt geen reet uit. En kijk naar al die bedrijven. Kijk hoe ze allemaal opereren in China. Apple, al die iPhones, al die dingen worden gemaakt door Chinezen. Er is daar een soort van middenklasse gecreëerd ten koste van het Westen. Dit is iets wat Trump natuurlijk roept. En waarom Trump de beuk er ook in gooit als eerste president. Wat natuurlijk niet in de lijn zit van dat globalisme. Maar die gooit de beuk erin tegen China. Hij zegt, kappen ermee. Het gaat om ons land. Maar dat kleine laagje van superrijke en invloedrijke mensen hebben gewoon scheid eraan gehad. En die hebben China opgebouwd in een soort van, met een soort van doel en een soort van droom. Dat ja, weet je wel, als we China gewoon opbouwen, dan kunnen wij daar toetreding tot die markt krijgen. En dan worden wij daar nog. En dat is toch de toekomst. China is de toekomst. Je moet maar eens kijken. Als je kijkt naar zeg maar de echte miljardairs, de hele rijke gasten, hoeveel hebben niet kinderen die Chinees praten? Ik heb dit eerste hand meegemaakt. Hele korte anekdote. Ik was zeg maar 8 jaar geleden was ik een van de zo'n spectaculair hotel een paar dagen in Zuid-Frankrijk. Het heet Hotel du Cap. En ik zat daar te lunchen. En de eerste dag zat naast me Les Moonves. Dat was de grote tv-baas in Hollywood, CBS. En die zat met zijn jonge zoon. En die zoon, zijn vrouw was ook Chinees, maar Chinees-Amerikaans. Maar het kind spreekt wel. Toevallig de dag daarna, Rupert Murdoch was er. En Rupert Murdoch, de grootste tycoon, media tycoon. En die zat toen ook met zijn twee dochters.
En die vrouw van Rupert Murdoch, ook Chinees. Die was echt Chinees en die was ermee getrouwd. Ze is inmiddels gescheiden. Maar ik heb toen gezien, en toen keek ik eigenlijk om me heen... en daar zaten er nog meer van, dat weet je, wat ik vond van de Marriott Hotels. En toen zag ik zoveel Chinees invloed. En toen dacht ik, dat heb ik al gezien... wat deze gasten gewoon denken, is dat China is de toekomst. En deze mensen hebben gewoon alleen maar gedacht van China wordt groot. Daar moeten we blij bij zijn. Ik moet mijn kinderen ook Chinees op laten spreken. Want China is de toekomst. En als je ziet hoe alles gegaan is, dan is natuurlijk heel de internationale businesswereld, die denkt altijd alleen maar aan China, China, China. Je hoort China, China, China. Maar de keerzijde is dat je dus niet meer nadenkt over je eigen land. En dat is nu in Amerika is dit aan de hand met de NBA. Dat is dus basketbal. Wat is er gebeurd? Die moedige mensen in Hongkong, die kregen zowaar support van Daryl Morey, de general manager van de Houston Rockets. Dat is dus een basketbalteam. Hij is de general manager. Hij gooit er een tweet uit en hij zegt, ik steun deze gasten, wat zijn dus toch fantastisch bezig. Veel support gaf hij aan die protesters in Hongkong. En dat moeten wij in het Westen natuurlijk allemaal applaudisseren. En daar staan we toch allemaal achter. We begrijpen de vrijheden die ze moeten inleveren daar in Hongkong. Nou, wat is er toen gebeurd? De NBA heeft hem onder druk gezet om die tweet zo snel mogelijk te verwijderen. En want waar de NBA is weer onder druk gezet door China. Want wat China gedaan heeft, is dat die Chinese partners... De NBA heeft heel veel Chinese partners, sponsorships en weet ik wat allemaal. En basketbal is ook groot in China. En die hebben gedreigd om natuurlijk om hun sponsorship deals terug te trekken. En wat dit betreft is er gewoon de NBA, een Amerikaanse instituut, een groot instituut, is door de knieën gegaan voor China. En dat is heel erg opgelopen dat natuurlijk op een gegeven moment wel in mensen in Amerika wakker werden. Ho, 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 we gaan toch niet door de knieën voor China? Wat is dit allemaal? Maar de NBA, die tot op de dag van vandaag... hebben ze gekozen voor China in plaats van democratie en vrijheid en dat soort dingen. En het is zelfs zo erg dat een reporter, zowaar van CNN, die wilde een vraag stellen aan een paar van NBA-spelers hierover. En er wordt gewoon de mond gesnoerd. Hier mag niet meer over gesproken worden. The NBA has always been a league that prides itself on its player and its coaches being able to speak out openly about political and societal affairs. I just wonder after the events of this week and the fallout we've seen, whether you would both feel differently about speaking out in that way in future. It's a legitimate question. Exactly. This is an event that's happened this week during the NBA. This particular question has not been answered. Maar, James. Niks over China. Je mag niks over China zeggen. En toen kwam bij een basketbalwedstrijd, stonden een paar supporters, hadden een t-shirt aan met in support of the Hong Kong protesters. En dat moest verwijderd worden. Zie een paar, voor de luisteraars, zie een paar gasten staan. En die staan gewoon met een t-shirt, support voor Hongkong. En op zich niks aan de hand. Ik bedoel, als je met een regenboog t-shirt staat voor LGBTQ, dan is het natuurlijk allemaal geen probleem. Maar hier komt er een security guard. En die zegt, het moet weg. Want oh wee, we mogen China niet in de wielen rijden. China, China, China. De hele NBA buigt voor China. En met al... Dit is ongelooflijk. En nu is het ook, zeg maar, LeBron James. Dat is de grote ster van de NBA. Samen met Steph Curry, de fantastische Steph Curry. Maar ja, die heeft zich ook uitgelaten van... daar moeten we ons maar niet mee bemoeien. En LeBron James heeft zelfs gezegd dat Daryl Morey... die dus die tweet eruit gezet van de support aan de Hongkong-protesters. LeBron James heeft gezegd dat he wasn't educated about Hong Kong enough. And so many people could have been harmed, not only financially, but physically, emotionally and spiritually by that tweet. Zelfs LeBron James gaat door de knieën. Die heeft waarschijnlijk heel veel sponsors ook met China links en zo. Maar iedereen gaat door de knieën voor China. In de westerse wereld. Hier. Apple pulled an app that let Hong Kong's protesters track the police.
A day after facing intense criticism from Chinese state media. Dus Apple die haalt een app uit de App Store. Die de Hongkong protesters gebruikten om in de gaten te houden waar de politie was. En dan konden zij protesteren. En Apple, een westers, zogenaamd westers bedrijf, gaat ook weer door de knieën voor China. Dit is ongelooflijk. En de Apple heeft daar een handje van. Maar natuurlijk, je weet, al die iPhones worden daar gemaakt. Apple heeft ook een app eruit gehaald. Dat was van een Amerikaanse nieuwsorganisatie, Quartz. Die hebben ze uit de Apple Store in China gehaald. Want Quartz had gewoon reportages gemaakt over die Hongkong protest. Apple gaat ieder westers bedrijf gaat door de knieën voor China. En jongens, we hebben met China te maken. Het is natuurlijk absurd dat mensen denken dat Rusland onze grootste bedreiging is. Maar het is op alle vlakken is het natuurlijk China. China is zo groot aan het worden. En China is zo machtig aan het worden. Het is niet te geloven. En sommige dingen zijn natuurlijk heel erg indrukwekkend. Bijvoorbeeld de brug die ze gebouwd hebben. En die is vorig jaar af. Dus sindsdien zijn ze ook begonnen om Hongkong echt officieel gewoon in te lijven. En China te maken. Want ze hebben zo'n brug gebouwd tussen het land, zeg maar het land, tussen China en Macau. Wat weer ook weer grenst aan Hongkong. Dus ze kunnen tegenwoordig zeg maar, met zo'n hele brug, maar die is 55 kilometer lang. Het is heel indrukwekkend. En natuurlijk is het indrukwekkend wat ze daar aan doen. Kijk eens eventjes, als je zit te kijken naar dit filmpje. Hier, dit is in Honan, in China. In een gebouw van 57 verdiepingen. Die 19 dagen zetten ze dat in elkaar. Ja, dat moeten wij hier in het Westen maar eens eventjes gaan proberen hoe je dat doet. Maar eigenlijk doen ze dit allemaal en hebben ze zo'n situatie op kunnen bouwen, is omdat wij in het Westen dat hebben toegestaan. Maar het is een heel Engeland. Het is een heel Engeland. Wat hebben ze namelijk recentelijk geïntroduceerd? Dat is een social credit system voor ieder persoon. Zij kunnen tegenwoordig eigenlijk iedereen tracken. Dus je bent als het ware als mens ben je geen individu meer. Maar je wordt constant eigenlijk een constante sociale controle heb je over. En er is een systeem bedacht dat ieder mens krijgt een score. Dus stel nou bijvoorbeeld dat jij je belasting een keer niet betaald hebt of te laat. Dan krijg je een score en dat wordt dan zeg maar verspreid over alles. Dan kan je bijvoorbeeld ook gewoon niet meer een trein in of een tram in of een metro in. Of als je een lening wil bij de bank, dan krijg je ook geen lening. Voor de kleinste dingen krijg jij, en dat wordt er helemaal publiekelijk gedeeld uit, dat op een gegeven moment ook iedereen van jou weet, van jouw social credit score is heel laag. Het is echt, een politiestaat is maar dit is echt puur, dit is communisme, dit is het controleren van mensen. Dat social credit systeem is dood en doodeng. Maar moet je nou eens kijken hoe bijvoorbeeld op Chinese scholen kinderen tegenwoordig al het is op een heel ander niveau hoe kinderen dingen geleerd worden. En er wordt heel veel gebruik gemaakt ook al van artificial intelligence, AI. Moet je eens kijken hoe die kinderen op school erbij zitten. Wat ze doen, hoe ze hersenwaves meten en dat soort dingen. Teachers at this primary school in China know exactly when someone isn't paying attention. These headbands measure each student's level of concentration. The information is then directly sent to the teacher's computer and to parents. Dus alles weer, alles China weer. Has big plans to become a global leader in artificial intelligence. It has enabled a cashless economy where people make purchases with their faces. A giant network of surveillance cameras with facial recognition helps police monitor citizens. Ze zien alles. Meanwhile, some schools offer glimpses of what the future of high-tech education in the country might look like. Good job! Classrooms have robots that analyze students' health and engagement levels. Ook robotten die analyseren alles, iedereen. There are even surveillance cameras that monitor how often students check their phones or yawn during classes. Ja, dus als je gaapt, dan krijg je al op je kop. Of dan wordt het al geregistreerd. Alles wordt geregistreerd. Dat is communisme. Daarom vechten die Hongkong-Chinezen zo hard. Die willen die vrijheid houden. En ik weet gewoon, ze gaan het verliezen. Want China heeft een plan. En die gaat gefocust recht door. Maar wat hoor je in het Westen? Oh, het is zo fantastisch China. En sterker nog, banen verdwijnen in het Westen. En die gaan naar China. En westerse mensen doen dit gewoon zelf.
Of westerse mensen. Die doodenge elite. Maar je traint hiermee natuurlijk een volk dat zo gedisciplineerd is. Want kijk nou eens even, dit is een dansopvoering. Misschien heb je dat wel eens gezien online. Maar als je dus zo omgaat met mensen en je houdt ze zo recht en je controleert ze zo, dan kan je ze alles laten doen. En dan worden ze ook goed ook. Kijk nou eventjes deze dans. Ja. Voor de luisteraars die horen alleen de muziek. Maar wauw. De coördinatie, de discipline. En weet je, ik vind het nog daaraan toe dat zij dat daar allemaal doen. En weet je, laat ze lekker in China. En wat dit creëert is een samenleving. Ik vind het het ergste wat er bestaat. Ergste wat bestaat. Maar wat zo schrijnend is, is dat het Westen China constant helpt om dit allemaal in te voeren en door te voeren en uit te voeren. Totdat Trump zei van ik kap ermee. Maar moet je nagaan hoeveel tegengas hij krijgt uit de media. Van zijn andere politieke collega's die natuurlijk ook allemaal in de pockets zitten. Van Hollywood. De meeste studio's of heel veel studio's zijn inmiddels verkocht aan China. China had bijna heel Hollywood overgenomen. Totdat Trump werd gekozen. En die heeft er een stokje voor gestoken. En toen hebben ze zoiets gezegd van oké, we stoppen ermee. Maar ze stonden op het punt om ook William Morris te kopen. Dat is zo'n talent agencies. En die deal was bijna rond. Jongens, het is ongelooflijk waar China allemaal in zit. Maar wat het mijn punt ook dus is. Het eerste, wij moeten het als Westen moeten we hun helemaal niet helpen. En wij moeten als Westen meer met onszelf bezig zijn. Ieder land moet meer met zichzelf bezig zijn in het Westen. Want China, laat me daar heel duidelijk over zijn. Het zijn trotse nationalisten, hè. Iedereen denkt dat je hoort. Ik denk niet dat Chinezen ontevreden zijn. Ze weten ook niet eens meer anders. Maar ze worden getraind als trotse nationalisten. Denk jij dat zij bezig zijn met andere mensen? Met globalisme? Nee hoor, ze zijn alleen met hun eigen belangen bezig. En dat krijgen ze van kinds af aan, krijgen ze dat mee. En als je dat nou vergelijkt even waar wij mee bezig zijn met kinderen. He, zie je die kinderen dansen daar en zie je hoe die mensen in de klas zitten en dat soort dingen. En waar zijn wij met kinderen mee bezig? Ik heb het gisteren nog over gehad. Wij confronteren ze met travestieten, halfnaakte travestieten. En dat is allemaal zo fantastisch vanwege de diversiteit. En waar zijn wij mee bezig als het gaat om scholen en lesmateriaal? Mevrouw Silvana? Ik wil van de wethouder graag weten of zij in contact is met het platform curriculum.nu. Dat bestaat uit mensen uit het onderwijs die hun krachten inzetten om het gehele onderwijs te decoloniseren. Want wij denken dan bij decolonisatie vaak aan geschiedenisonderwijs of burgerschapsonderwijs. Maar ook in de wiskunde, in de exacte vakken valt nog genoeg te decoloniseren. Dus China. En in China wordt alleen maar geleerd hoe fantastisch China is en hoe trots je op je land moet zijn. En wat onze kinderen geleerd wordt en wat we onszelf ook aanpraten is wij waren slecht. Wij waren verschrikkelijk. Wij moeten boete doen. Wij zijn echt het slechtste wat er ooit gecreëerd is op deze planeet. En als er dan een idee komt van, ja weet je, misschien moeten we toch weer trotser zijn op ons land. En misschien moeten we verplicht maken dat iedereen het Wilhelmus leert. Wat zegt dan dat comité wat gaat over wat onze kinderen voor materiaal krijgen qua les? En wat zeggen die dan? Het verplicht leren van het Wilhelmus op school werd overgenomen in het regeerakkoord. Maar een commissie van 150 leraren heeft nu besloten het toch niet op te nemen in de nieuwe lesstof. Omdat je met het Wilhelmus eigenlijk een te nauw voorbeeld geeft over wat er in Nederland allemaal bij burgerschap hoort. En als je het alleen hebt over het Wilhelmus, denken docenten, oh dan moet ik dat doen en dan is het af. Dan heb ik burgerschapsonderwijs afgerond. En burgerschapsonderwijs omvat veel meer dan alleen het Wilhelmus. De commissie wil zich meer richten op nationale symbolen. Dat kan het Wilhelmus zijn, maar scholen kunnen ook denken aan Bevrijdingsdag, dodenherdenking of de viering van de afschaffing van de slavernij. Dus het is allemaal de afschaffing van de slavernij. Dat zijn allemaal de dingen wat Nederland is en wat onze kinderen geleerd worden. Ja, dat is ongelooflijk als je het vergelijkt met de mentaliteit die om ons heen heerst. En het is niet alleen
Er wordt helemaal niks meer over Nederland geleerd, want andere dingen zijn belangrijk. Hier, hetzelfde comité. Ook moeten vakken als burgerschap en digitale geletterdheid worden ingevoerd. En er komen nieuwe aandachtsgebieden. Dat zijn technologie, duurzaamheid. Nou, ik denk niet dat ik daar nog uitleg over hoef te geven. Maar ook thema's als gezondheid en globalisering. En niet dat het nieuw is, maar we proberen dat in die leergebieden zo duidelijk te maken dat scholen daar makkelijk mee aan de slag kunnen. Dus globalisering wordt onze kinderen geleerd. Denk je dat in China, dat ze geleerd worden ook maar iets buiten China te denken? Nee, natuurlijk niet. Maar bij ons gebeuren er twee dingen. Wij moeten alleen maar globaliserend denken. Dus wij moeten China helpen. Het is een ontwikkelingsland nog steeds. Om een of andere rare reden moet je kijken hoe snel ze zo'n gebouw neerzetten. Maar het is een ontwikkelingsland. Dus die moeten wij helpen en we moeten groter denken. En tegelijkertijd moeten we kijken naar ons verschrikkelijke verleden. Slaven, slavendrijvers. We zijn heel erg koloniserend. Blablabla. Dit is zo'n groot verschil. En het wordt alleen maar erger en erger en erger. Omdat deze mensen in zoveel... Wat ik blijf zeggen, het is niet de meerderheid die dit wil. Maar het kan zo lijken omdat ze in de media zitten en ze zitten in het onderwijs. En ze zitten in allemaal van die comité's. En het erge is, het is nu zo, een nieuwe fase is aangebroken. Dat mensen zeg maar zich tegen elkaar laten uitspelen. En helemaal gek geïndoctrineerd zijn. Bijvoorbeeld blanke mensen. Wat nog steeds de meerderheid is in de westerse wereld. En die wordt constant gezegd hoe slecht ze zijn, hoe racistisch ze zijn, hoe verschrikkelijk ze zijn. En mensen gaan het naar elkaar toe doen. Kijk naar dit fragment. Dit is ongelooflijk. Dit is in Amerika. Maar het gebeurt hier ook. Het gebeurt hier ook. Hoe vaak lees je nu niet in de krant iets over wit en blank en weet ik wat allemaal, hoe slecht het allemaal is. En het zijn allemaal, die worden tegen elkaar uitgespeeld, hè? Echt tegen elkaar uitgespeeld. Dit is iets niet zo belangrijk. Het is een bijeenkomst van de Board of Trustees in de Oak Park Committee. Het maakt niet zo uit. Maar deze vrouw is Susan Buchanan. En moet je nagaan. Zij praat hier even tegen een andere blanke man. En hoor het even dat applaus als zij het volgende zegt. So tired of hearing two white men tell us what systems of oppression are. For Christ's sake. No. What systems of oppression are. Susan, that's what we're asking is for people to know. Yes. Well, why are you guys even talking? Because we were elected to do a job. This is like if you guys wanted to tell us what it was like to have a menstrual cycle. You don't know what you're talking about. You have not spent a day with dark brown skin and tried to walk through this society from birth. You have been white from birth. Why are you arguing? What is a system of oppression? You've never experienced one. Okay. So shut up. Applause. Just stop, Dan. Stop, Dino. You are not oppressed. And people in Oak Park are. And we are trying to recognize that. As a community. Mm-hmm. This mayor and this... Nou ja, begrijp je mijn punt? Begrijp je mijn punt? Kijk eens hoe China gefocust is en waar ze mee bezig zijn. En ik kan zeggen dat natuurlijk... Dat wordt zo krachtig en er wordt zoiets sterks. En wat zijn wij daar tegenover aan het doen? We zijn alleen maar negatief over onszelf. Onze kinderen worden alleen maar geleerd... je bent niet een jongetje of een meisje hoor. Nee, er zijn wel 100 genders. En dat soort dingen. Daar worden ze van jongs af aan mee geconfronteerd. Heel verwarrende dingen. En daarbovenop nog eens een keer van... Ja, Nederland was slecht hoor. Nederland was slecht. En dan bovenop nog een keer word je overdonderd met... Ja, blanke mensen. Wat gewoon een meerderheid is. Dit is puur racisme van die vrouw ook. Hè? Ze is dan zelf wel blank. Maar je wordt er tegen elkaar uitgespeeld. Focusloos, visieloos. En dat belachelijke globalistische denken. Wat alleen maar in het Westen een paar mensen goed uitkomt, hè. De hele rijke elite. Ik wilde daar gewoon eens even één uitzending aan besteden. En dat heb ik bij deze gedaan. Want dit is een ding voor de toekomst. En hoe moeten wij verder? Ja, natuurlijk moeten wij verder gewoon veel meer denken vanuit onze eigen kant. Onze positiviteit. En we moeten onwijs blij zijn dat we niet onder communisme leven. Maar het begint zo langzamerhand er een beetje zo op te lijken. Als we die radicaal linkse mensen maar... Alles laten bepalen. En de meerderheid wil het niet. Maar waarom hebben ze zo'n grote muil overal?
Iets om over na te denken. Wij gaan hierover door. Jongens, dit was hem voor vandaag. Vergeet niet, jullie steun is hard nodig. Dank je wel weer dat je het gedaan hebt. Ga naar www.jensen.nl. Daar kan je zien hoe je ons kan steunen. Je kan sponsoren. Ga naar het kopje adverteren. Maar ook jullie individuele steun wordt zo gewaardeerd. En is zo belangrijk. Kunnen we de rekening betalen en dan kunnen we door. Want dat gaan we ook doen. Want we stoppen niet. Kosten wat het kost. Zoveel nog te bespreken. En morgen gaan we verder. En ik weet, je bent er weer bij. Want het echte geluid krijg je alleen hier.